Goed, we gaan het over iets anders hebben. De roep... binnen van het woord van het jaar, Wouter. De roep voor het stoppen met TikTok in de politiek. Die klinkt steeds harder. Ja, nog iets waar Wouter de Winter van op een puntje van zijn stoel gaat zitten. Als het namelijk aan politici ligt, collega-politici... dan moeten hun collega's hier maar eens mee stoppen. U zag Caroline van der Plas, Mark Rutte en Jesse Klaver in een trainingsoutfit, mogen we wel zeggen. Ze moeten hier maar eens mee ophouden, vinden D66, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Op zijn minst totdat het bedrijf TikTok de desinformatie en haat onder hun gebruikers aanpakt. De timing voor die oproep die zal niet toevallig zijn. We zitten namelijk in campagnetijd en bij de vorige verkiezingen omarmden de partijen TikTok massaal als nieuw medium. Met name om het jongere publiek aan te spreken. Maar er is nu nogal wat om TikTok te doen. Uit onderzoek blijkt dat met betaalde advertenties dat het mogelijk is om desinformatie en haat te verspreiden. Eerder deze maand wilde de Tweede Kamer al dat alle ambtenaren, dat het hun verboden werd om TikTok op de werktelefoon te hebben. En nu zeggen dus die drie partijen, D66, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie, dat ook hun collega's daar, totdat ze de boel hebben opgeruimd bij TikTok, maar eens mee moeten stoppen. Nou, dat gaan we eens even tot op de bodem uitzoeken. Wouter, deze oproep nu van deze partijen, verbaast het je? Nee, het is iets wat je trouwens niet alleen in Nederland hoort, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten is men hier ook volop mee bezig. Daar wordt echt gewaarschuwd, zelfs al onder Trump, deze app gevaarlijk is en eigenlijk kan spioneren op de telefoons van de mensen die het hebben gedownload. Nederlandse politici hebben het gebruikt om inderdaad tot de jongeren... kiezer of potentiële kiezer zich te richten. Maar het lijkt mij dat als dit echt een gevaar kan opleveren... voor de nationale veiligheid, want daar heb je het dan over... als bewindspersonen of Kamerleden die toegang hebben tot geheime informatie... kunnen worden afgeluisterd, bespioneerd. Dat bijvoorbeeld de AIVD of de NCTV daar iets over zegt op een gegeven moment. Ja, en dit is natuurlijk nu een discussie die in Politiek Den Haag speelt... natuurlijk rond die ambtenaren, maar nu dus ook in aanloop naar die verkiezingen. Ik kan me ook voorstellen dat het voor die politici een hele lastige afweging is... want je wilt tegelijkertijd ook zo'n medium gebruiken... omdat je gewoonweg bereik ermee hebt, juist bij die jonge doelgroep. Nou ja, wat zou kunnen? Je zag een aantal politici... zag Jesse Klaver heel nadrukkelijk, dat leek bij hem thuis. Dus dat doet vermoeden dat het zijn telefoon is. Ik denk niet dat Rutte zijn telefoon aan iemand geeft... om hem te laten filmen, zodat ze er een TikTok-filmpje van kunnen maken. Dus je zou het wel door andere mensen kunnen laten doen... die wellicht minder risico lopen dan de mensen waar het echt om gaat. En ik durf eigenlijk wel te voorspellen dat als het gaat om bijvoorbeeld de minister van Justitie... of de minister-president of de minister van Buitenlandse Zaken... daar op het departement ook wel echt wel richtlijnen. Ja, dat ze dat al wel kan doen. Helemaal niet op die oude telefoon van Rutte. Die heeft toch iets uit het jaar nul. Hij heeft twee nieuwe. Dus dat is ja. Ik verwacht dat in ieder geval tot in aanloop naar deze.